De werkzaamheden voorafgaand aan de verbreding van de A2 zijn, althans in Stijn, afgerond. Inclusief de fietspaden. Kijkt u mee? Het hele jaar, dames en heren, sinds het afgelopen tijd bezig geweest met het bijhouden van de ontwikkelingen rondom de rotondes, zoals het zo mooi heet, het A2-routeproject. Duidelijk waarom. We hebben heel wat rotondes gebouwd in de buurt van asfaltcentrale, industrieterrein, keer een zijde van de Valk, Urmond en bij de haven. Nou, vandaag op deze 7e december is de officiële opening geweest van dat gebeuren. We waren er natuurlijk bij. Het is ook duidelijk dat ze het verkeer niet al te veel belemmeren. Ja, dat ze ook nog zeker in deze coronatijd allerlei bijzondere activiteiten moest schrappen en het op een eenvoudige, rustige manier openen. Het belangrijkste is immers dat we weer straks allemaal ons gemak hebben van al deze mooie wegaanleg. We staan hier dan, dames en heren, in de keert. Als het een beetje warmer zal over zeggen. Danny Hendricks tegenover mij. Danny, een trotse man? Ja, goed. Ik denk dat we wel terug mogen kijken op een heel mooi project wat we hier gemaakt hebben. Ja. Dus ik ben heel trots. Wie de eerste presentatie ervan worden, toen worden heel dapper gesteld. Jongens, we hebben dat voor de kerstmis af. Vond je het gek dat ik toen een beetje dacht van, dat geloof ik nooit? Nou ja, goed. laat ik het zo zeggen, we spreken gewoon dingen af met een A-nummer. Maar goed, ik ken altijd natuurlijk dingen als ik voordoen. En zal ik eerlijk zeggen dat we zijn in februari, net na de carnaval, zijn we begonnen. Nou, een paar weken later sloeg ook de corona toe. En toen wordt toch wel even nadenken van ja, wie gaat alles nu verder? En ook de aannemer wist natuurlijk niet of ze mochten doorwerken überhaupt of niet. En hoe dat dan allemaal gaat. Dus ook daarmee, zal ik zeggen, is het ook eigenlijk een topprestatie wat hier geleverd is. Ik denk ook zeker als de kijkt naar de wegen aanleg enzovoorts. En dat bedoel ik niet wie het uiteindelijk is geboren, maar wat er tussendoor allemaal het moet plaatsvinden. Een weggetje hier, een weggetje door, want het verkeer, dat zo en dat moest dan toch maar door blijven gaan, zover als dat mogelijk was. Dat vond ik al heel erg knap, dat toch iedere keer maar weer opnieuw gered wordt. Ja, goed. Daar zit een hele logistiek achter. Ja. En ook een heel plan van aanpak. Uiteindelijk hebben we ook niet alleen geselecteerd op laagste prijs, maar ook op het plan van aanpak van wie gaat zo'n project nou aanpakken. Dus dat hebben we ook echt bij de verschillende aannemers neergelegd. En dat is uiteindelijk deze aannemer uitgekomen. Die er ook een heel plan van gemaakt heeft. En ja, een van de voorwaarden was in ieder geval in noord-zuid richting, zeg ik dan van autoweg, richting Stijn. Dat in ieder geval bereikbaar moest zijn. En ook de haven moest altijd bereikbaar zijn. Dat is ook logisch natuurlijk. Ja. En dat is gelukt. Als ik terugkijk naar het hele proces en het hele project. Nou, we het één weekend en een halve week, geloof ik, is het echt spannend geweest. Dat echt even alles afgesloten wordt. Dat was een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zo moesten ze dat dan zeggen.
Maar ja, aan zich is dat op zo'n project, waar eigenlijk gewoon een nieuwe weg is gemaakt, plus een nieuwe fietsplaat, plus ja, 5 rotondes, waarvan 2 nieuwe rotondes gemaakt zijn. Ja, en met zo weinig overlast, tenminste, ja, dan mogen ze me dan ook denken, wij daar dan ja, veel overlast van uit gehad. Maar dat is echt minimaal geweest, denk ik. Ja, als je bekijkt naar de werkzaamheden die uitgevoerd zijn, wordt overlast inderdaad bijzonder weinig. Waardoor ze opviel in die hele periode dat we hier gefilmd hebben de afgelopen maanden, dat waren eigenlijk vooral van enorme hoeveelheid vrachtverkeer. Dus je hebt zwaar op kwaliteit moeten inzetten, denk ik. Ja, goed, ja, je zit natuurlijk heel veel vrachtverkeer op. Het is al het verkeer naar de haven toe. Dus ja, we hebben ook gekeken naar duurzame materialen. De rotondes, de kruisingen zijn altijd het meest bezwaarlijk, zal ik zeggen. Die hebben het meeste te verduren. En we hebben ook gekeken naar een duurzaam materiaal als beton. Wat gewoon veel langer metgeeft als asfalt. Om daarmee ook te waarborgen, zeg maar, dat vuile verkeer, met name dat vrachtverkeer, ook niet de schade kan toebrengen aan de wegen. Dus dat is echt over nagedacht. Hij had ook een prijskaartje met zich met, dus gewoon een stuk duurder, maar het ging ook veel langer met. Ja. En dan even heb je dan nog het fietspadenstelsel moeten veranderen. Tenminste, we hebben nu een fietssnelbaan, of hoe mag ik dat noemen? Ja, een snelfietsroute. Hè. Dus dat is een landelijk project waarbij de Rijksoverheid heeft gezegd, we willen het fietsverkeer stimuleren. Er zijn geld voor beschikbaar gesteld en eerdere provincie kreeg geld om dat te bewerkstelligen. En ook in de provincie Limburg is natuurlijk het snelfietsroutenetwerk wordt er nog opgepakt. En we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we weer een deel van dat fietspad al gerealiseerd hebben. Ja. Dus in die zin, die zijn nog extra breed, die fietspaden, ook om... een fiets is al lang geen fiets meer, maar het is ook vaak een elektrische fiets of zo'n hele snelle elektrische fiets, ik weet even de naam niet meer. Maar dat zijn allemaal, dat is de toekomst, zal ik zeggen. En dan met, halsen immer met een fietspaadje van 2 meter breed, dus de fietspaden zijn niet geloof ik 4 meter breed geworden. Dus, Ja, dus het is inderdaad een imposant fietspad. Dat mag wel gesteld worden, Danny. Goed zo, nou dan hoop ik dat Ferrie en Stijn met z'n allen ervan zullen gewoon genieten. Ik denk het wel, want zodra we eenmaal de weg te gooien gevonden hebben, zo verdikt te vrezen. Danny, dankjewel. Goed, graag gedaan.